Hi, Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robin Smalltalk. Dit is een serie welke ik de komende weken wil gaan uploaden met de hints en theorieën die ik heb ontdekt. Samen met een beetje behulp van het internet natuurlijk. De reden waarom ik dit wil doen is omdat ik de laatste keren vrij dicht in de buurt zat of helemaal goed zat. En ik wil eigenlijk dit voortgezetten. En ik ga dus daarom ook weer de gok wagen en dit natuurlijk met jullie delen. Verder heb ik nog geen idee hoe het de komende weken zal gaan lopen. Dit omdat ik in de toekomst wat nieuwe afleveringen uh, wat later online moet laten komen vanwege andere verplichtingen. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen om het zoveel mogelijk op tijd up te uploaden. Ja, we gaan het meemaken. Ik heb er in ieder geval weer heel veel zin in natuurlijk. En uh, ik hoop natuurlijk jullie ook. En dan is het uh, tijd voor aflevering 1 van Wie is de Mol 2020. Het 22ste seizoen. De opening van de aflevering was bijzonder te noemen. Ik. Ik denk, want ik had het helemaal nog niet gezien. Ik denk dat het een korte terugblik was op het bekendmaken van de kandidaten. Daarna natuurlijk weer een heel mooi stukje landschap, zoals het eigenlijk altijd wel te zien is. En daarna gingen ze gelijk door naar de eerste opdracht. Had ik niet verwacht, maar wel een heel leuk iets. Maar voordat we dat gaan bespreken, gaan we eerst door naar de titel van de aflevering. De titel van de aflevering is natuurlijk De tijd zal het leren. De meest voor de hand liggende hint is natuurlijk opdracht 2, waar ze de tijd op het goede moment moesten stoppen. Er moest 11 uur 22 gevormd worden door middel van zandlopers. Ze moesten de tijd leren door middel van de zandlopers, waardoor ze eigenlijk nagenoeg een perfecte tijd hadden, en dan een klein beetje afwijkend van de titel, natuurlijk, zijn het grote aantal 11 uur 22 referenties. Onder andere Welmoed die als elfde en als laatste haar pleidooi moest houden om vrijstellingen te kunnen verdienen. En natuurlijk ook Welmoed in het begin dat ze extra mysterie gaf aan de getallen 11 en 22. Seizoen 22, 11 van 22 is 11. Gekke getal, maar wat betekent dat? En natuurlijk Evan die 33 op zijn shirt had. Ik denk dat het allemaal wat ver gezocht is, maar ja, de tijd zal het leren. Dan gaan we door naar opdracht 1, genaamd aftroeven. De kandidaten konden hier 1500 euro verdienen en een aantal jokers. En dat is ook gelijk iets opvallends. Het is niemand opgevallen dat de extra jokers gepakt waren door Welmoet en Letitia. Het is nog vreemder dat ze, als ze alles geopend hebben, dat ze nog 100 euro missen. Ik denk dat er iets achtergehouden is, maar ja, dat gaan we waarschijnlijk aan het einde van het seizoen zien. Of helemaal niet. Zo zijn er zijn nog een aantal dingen tijdens die opdracht die opmerkelijk zijn. Waarom de Letitia? Wel moet die nog een drietal extra jokers hebben. En dat is ook wel heel toevallig, is dat bij hun het sleuteltje afbreekt. Door een onhandigheidje, als ik het zo mag noemen. Wat oh, heb je? Afgebroken, voorzichtig, denk in je voeten. Ja, toen brak de sleutel dus af. En later krijgen ze alsnog jokers uit het doosje. En dan nog niet spreken over hoe wel moet. naar alle jokers en geld liep te graaien tijdens de aflevering. Aan het einde van de opdracht neemt het team Aftroeven de beslissing om 1400 euro te wisselen voor de 7 jokers. Uh, zodat iedereen natuurlijk een gelijke start zou hebben. En eigenlijk is dat ook wel logisch. Want in het begin van het seizoen wil je natuurlijk allemaal gelijke kansen hebben. Ja en als mol zijnde ja dan weet je toch wel dat ze dat gaan doen. Dus dan zou je in principe wel in het team Aftroeven kunnen zitten. Want ja gelijke uh, monniken gelijke kappen zeggen ze dan. Dan opdracht 2, ook wel avondklok uh, genoemd. In ieder geval een betere avondklok uh, dan uh, welke wij gehad hebben. Het was een uh, relatief eenvoudige opdracht, waar dus het maximale van 1500 euro verdiend is. En zoals ik aangaf bij de titel van de aflevering, konden ze de tijd krijgen door middel van zandlopers. Hier waren wel twee momenten waar ik een beetje mijn vragen bij had. Als eerste van Thomas, uh, daar had ik een beetje het gevoel dat hij alles overhoop wilde gooien. Door vreemde berekeningen te maken. Oké. Okay. Dus nu moet ik een sommetje maken. Hoe lang we tot uh, voor 22 kunnen doen hiermee. Want ik heb precies 1 minuut 5, wat heel ingewikkeld is. Ja, maar dit dus is hoe vaak moet ik omdraaien. Hoe vaak moet jullie Ik, ik zou hem gewoon afronden. Op. We hebben 10 minuten nee, spelen Ja, ja oké. Okay, dat is waar. Dat... En natuurlijk uh, Sahil, die dus aangaf dat er 20 keer omgedraaid moest worden. in plaats van de later genoemde 40 keer. Hoe maar wacht even, hoe vaak jij? Ja? Gewoon 20 keer. 20 keer? dat 20 keer. 20 keer, is 3 minuten. Gelukkig hadden de medekandidaten dat heel snel door en kon het dus op tijd gecorrigeerd worden. Dan de laatste opdracht, genaamd ontmaskerd. Ja, en ik doe het iets anders dan in de aflevering te zien is. Maar dat maakt voor het verloop niet uit, want uiteindelijk zal de mol ontmaskerd worden. Ja, zoals ik in de aflevering 0 aangaf, heb ik helemaal niets meegekregen van de bekendmaking van de kandidaten. En eh, natuurlijk hun pleidooi die ze moesten geven waarom ze de mol niet zijn. Ik ben blij dat ze een kort stukje hiervan hebben laten zien. En, ja, en daarmee toch wel even een impressie gaven. En wat mij vooral ja, wel blij stemde is dat ze sowieso meer dan 25.000 stemmen hadden gekregen. Wie de wel en wie niet de mol zou kunnen zijn. Ze konden dus in deze opdracht 5000 euro voor de pot verdienen als de uh, molote de mol kon raden tijdens de liveshow. En er gaat 5000 euro uit de pot als een van de vrijstellingen naar de mol ging. Dit is dus iets wat we nog niet gezien maar pas aan het einde van het seizoen. Um, ja, dat gaan we dus zien in een aantal weken. Hier viel mij vooral op dat bij Glenn het een eeuwigheid duurde voordat hij door had dat hij een vrijstelling had gewonnen. Gefeliciteerd man. Dankjewel. Dank je, Dank je wel. En zijn reactie was dan ook wel wat opmerkelijk te noemen. Mister, vind ik dan. En daarna natuurlijk de reactie van Everon toen hij de andere vrijstelling kreeg. Of hij nou goed kan acteren of dat het echt een legitiem iets was. In mijn ogen was zijn reactie meer dan legitiem en vooral opgelucht dat hij de vrijstelling kreeg. Verder was het natuurlijk dat de kandidaten tijdens de opdrachten zich daarop focusten en daardoor gewoon helemaal in het spel zaten. En nu moesten ze zich ineens openstellen en uitleggen waarom de mol was. Het, je zag een heel duidelijk verschil tussen de mensen die dan ineens heel open werden of wie niet. Ja, ik vind het eigenlijk niet meer als logisch en ik vind het ook niet echt iets om te zeggen van nou die wordt daardoor meer verdacht of die nou ja in dit verhaal is het dus wel moet die meer verdacht wordt die ineens heel veel leuke dingen als een hetje ging vertellen en dat soort dingen. Ik ja, ik, ik zie er niet direct iets achter. En dan zijn we natuurlijk alweer aangekomen bij de test en executie van deze aflevering. De aflevering waar Suzanne het spel moest verlaten. Ja, ik had op haar geen punten ingezet. En tijdens de aflevering was ze ook niet heel veel te zien. Dus het was ook een verstandige beslissing. En wie ik dan wel verdenk. Uh, en het is heel erg vroeg in het spel, dus ik blijf er voorzichtig mee. Zijn onder andere Welmoet, Sahil, Glen, Arno en Frezia. Welmoet vanwege haar sleutelafbreekmomentje. En dat ze alle jokers bij elkaar wilde grijpen. Ook al is dat niet direct een ding. Ja, heel omdat hij verwarring veroorzaakte in opdracht 2. En dan hebben we natuurlijk Clan, Arno en Frezia. Dit is een uitzondering welke ik nu maak in mijn redeneringen. Uh, want zij zijn de enige drie die niet door iemand verdacht werden. En uh, meestal is dat een hint wie de mol zou kunnen zijn. En normaal gesproken zit de eerste afvallen ook redelijk in de buurt. Maar voor Suzanne was dit natuurlijk niet bekend. Het enige wat we hiervoor hebben was natuurlijk het begin van de aflevering, dat ze Letitia noemde, voor, nog voor de eerste opdracht wie zij verdacht als mol. En dat is waar ik het bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en uh, vergeet niet te abonneren. En als al bent geabonneerd, vergeet dan niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, later.